Je hebt je belofte gewoon waargemaakt. We staan op de 7,5. Yes. We gaan het doen. Heb je nog steeds heel erg last van je hoogtevrees? Nou, het blijft gewoon heel erg hoog. Maakt niet uit hoe vaak je er staat. Ik heb er wel meer vertrouwen in gekregen dat ik goed land. Maar het is nieuw van nooit. Ik zou zeggen, hou dat vertrouwen gewoon vast. Het is de laatste sprong. Dus geef alles, maar geniet er ook van. Sterkte. Wauw. Onze jongste teller. Het is toch niet te geloven, dames en heren. Ja, echt. Je kunt je wel zeggen. Hij is 16, dus die durft wel. Is lekker jong allemaal. Ja, ik deed heel andere dingen op mijn 16e, maar daar ga ik het niet over hebben. Ik moet je zeggen, Daphne, dit was toch wel heel knap, hè, wat hij deed, hè? Ja, ik vind het geweldig. Want je bent niet één stapje omhoog gegaan, je bent twee stapjes omhoog gegaan. Dat is toch wel 4 meter, dat is niks. En nee, je deed hem echt heel goed. Je hebt je benen strak gehouden. Dat is een hele goede vooruitgang van de vorige keer. En je ging er wel een beetje overheen, maar top hoor. Heel goed. Frans. Wow. Lef hoort natuurlijk gewoon bij je leeftijd, dus dat is niks bijzonders. Maar die hoogte, die 7 meter, die overstijgt dat echt. En dat geef ik toe. En een sprong maken, dat zijn salto's en schroeven gecombineerd, is heel erg knap. Precies zoals Daphne zegt, bij de landing iets eroverheen. Dus hij is niet perfect. Maar wel heel goed. En zo is dat. Ik wil graag de punten van Daphne. Zoals Frans zei, hij was niet perfect, maar wel heel goed. En je krijgt een 9. Wow. Frans, jouw cijfer graag. 9. Woe! En Quintus? 9. Ah. Nou, dat is geen kattenpis, hè? Nee.